heet ik u hier vanavond allemaal van harte welkom op deze toch wel historische plek hier aan de Nijbroekerweg in Emst. In het bijzonder heet ik welkom de jongens en de meisjes van de Sprengerschool aan de Geerstraat, groep 6, 7 en 8. De waarnemend burgemeester van de gemeente Hepe, de heer Van der Hoeven, mogelijk heeft gemaakt samen met Brokebeens een 7e herdenkingsteken in de gemeente Hepe te kunnen onthullen. Tekens zijn het aan ons ouderen, maar vooral aan de jongeren die hier ook vanavond zijn. Ze hebben er vanmorgen van gehoord. En ik heb even met ze net gesproken. Juf Judith had het heel goed aan hen verteld. Ze wisten precies waarom ze hier nu zijn. En die verhalen gaan zij nu verder vertellen. We zijn daarvoor dankbaar. Dankbaar dat de mensen die we vanavond zullen noemen, buitenlandse mannen en vrouwen, die met gevaar voor hun eigen leven 66 jaar geleden ons de vrede hebben gebracht. Een vrede waarin we in Nederland nog steeds mogen leven. Dit vliegtuig werd ook nog daarna aangeschoten. Aangeschoten door een Duitse nachtjager. En stortte 14 september 1942 smorgens om 3:15 op deze plek hier 6 van de bemanningsleden kwamen daarbij om. En ze liggen nog steeds begraven op de oude begraafplaats aan de Tongerense weg. De Engelse en 75.000 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Onder soms omstandigheden die wij ons tegenwoordig helemaal niet meer kunnen voorstellen. Nou, zo ging het eigenlijk ook met deze Lancaster. Het toestel afkomstig van de vliegbasis Warrington in Lincolnshire in Engeland steeg zoiets na middernacht op. En ja, gelijk bij de stad ging het dus verdeeld. Hadden wij het radarstation Hazen. En ja, die pikte dan zo'n bommenwerper op. En dan werd contact gezocht met de vluchtleiding, gevechtsleiding op de vliegbasis Delen. Daar hadden de Duitsers hun hele gevechtsleiding voor West-Europa. En dan werd samen met de gevechtsleiding en de bommenwerper, daar zaten 2 personen in. Een piloot en een radarofficier. Werd dus de nachtjager, bommenwerper, gedirigeerd en schoot hem. De oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens. De oorlog vergeten, voor velen een wens. Nu jaren na de oorlog, nog steeds niet vergeten. Hoe kon zoiets gruwelijks beginnen? Wie zou het weten? Hey. In 1942, om 3:15, de bemanning van de Lancaster MK1 gecrashed achter de boerderij Het Hinkelt. Hierbij kwamen 6 van de 7 bemanningsleden van het 44e Rhodesian Squadron van de RAF om het leven. Crutcher was de enige overlevende en was prisoner of war. Met deze gedenkzaal willen wij hen in herinnering houden. Zij vielen voor onze vrijheid. Holland, 23 jaar, pilot. Williams, navigator. Lovegrove, 19 jaar, airbomber. Huntley, wireless operator. Murphy, might upper gunner. En Fiddler, rear gunner. De onthulling vond plaats op 14 september 2011 door mevrouw Trace Doorn van de Weert en de heer Ben Jonker. Zelf is geplaatst op initiatief van de stichting Broken Wings 4045. Dank u. Thank you.
Hier lig ik bruin verbrand, gezond van lijf en leden, van die generatie die nooit honger heeft geleden. Die geen razzia's heeft ondervonden, die geen voedsel uit vuilnisebbers heeft verslonden, die in een concentratiekamp niet kent, die nu in welvaart leeft, verwend. Die viel in de heropgebouwde schoot met een ongekende vrijheid zonder te beseffen die nooit oog in oog stond met de dood. Alles afkeurt zonder te beseffen.